met Stijn van Veganistisch Koken en in deze video gaan we het hebben over de rode biet. Super lekker knolgewas, mooi van kleur en chockvol voedingsstoffen. Dus echt een van mijn favoriete groenten eigenlijk. En we gaan in deze video ook zien hoe dat we die het beste kunnen koken. Nu, het is misschien belangrijk voor te weten dat er twee verschillende soorten rode biet zijn. Een winterbiet en een zomerbiet. En die kooktijd van die twee type bieten kan wel variëren. Dus de winterbiet heeft een veel langere kooktijd dan de zomerbiet. En winterbieten vind je uiteraard in de winter, dat spreekt voor zich. En die kooktijd kan variëren van 10 minuten tot zelfs 1 uur of 2 uur zelfs in het slechtste geval. Maar dat gaat dan echt wel over grote type bieten. Nu, in de winkel vind je nooit winterbieten die echt zo'n lange kooktijd hebben. Simpelweg omdat niemand die wil. Dus ik vermoed dat ze een soort kruising maken tussen die twee rassen. De gemiddelde kooktijd van een biet is afhankelijk van de grootte, uiteraard. Maar mag je toch stellen tussen de kwartier of de 30 minuten. Zoals ik al zei, zijn er verschillende grootte. Je hebt kleine bietjes, grote bietjes en je hebt ook zulke monsters, maar die heb ik niet gevonden, dus kan ik ook niet demonstreren. Nu, zoals ik al zei, dit zijn winterbieten, uiteraard. Ik heb er al een paar voor gekookt en dat heeft mij ongeveer 35 minuten gekost. Dus je moet er echt wel bij blijven en af en toe eens de gaarheid controleren. Dit gezegd zijnde, heel belangrijk, een biet kook je gewoon in de schil. Waarom? Je kan die beter vooraf niet schillen, omdat er dan veel sap verloren gaat en natuurlijk ook veel voedingsstoffen. En dat willen we niet. Dus zo blijft de smaak echt veel beter intact. Je hoeft de knol alleen maar onder stromend water goed te reinigen, totdat de schil helemaal proper is. De uiteinden hoef je er ook niet af te snijden. Je gooit die gewoon in een pot met ruim kokend water. En dan hoef je er enkel nog bij te blijven, af en toe te controleren. En dat doe je door middel van een scherp mes. Dan moet je natuurlijk wel even in de biet prikken. Dus de gaarheid, die weet je als je met je mes helemaal door de biet heen kan. Ik heb een paar exemplaren op voorhand gekookt. Zoals je kan zien zit de schil er nog rond. En de geur is ook fantastisch. Zoals je weet smaken bieten nogal aards. Ze hebben een beetje aardesmaak, niet iedereen is daar fan van, maar ik vind dat juist fantastisch. Dus, deze biet is voorgekookt. Je kan testen met een mes. Dan moet je er wel even in prikken. En kan je er helemaal doorheen, dan is je biet perfect gaar. Is dat niet het geval, leg je hem even terug in het water. Dan komt er wel wat sap vrij natuurlijk. Maar kook je hem nog even langer. En om hem te schillen is super handig. Dus dan snij je de uiteinden er gewoon af. En dit laat wel veel sap op je vingers achter, dus je zal bloedrode handen hebben, maar dan diervriendelijk gelukkig. En de schil kan je gemakkelijk met de hand verwijderen. Die komt er als het ware bijna vanzelf af. Soms moet je een beetje wrijven, maar dat krijg je perfect geschild. Wil je minder rode handen, dan kan je ook een dun schiller gebruiken natuurlijk. Dat gaat ook heel eenvoudig. En zo pel je verder tot de biet helemaal klaar is. Dan kan je ze ook nog roosteren in de oven of ja, in een gerecht verwerken natuurlijk. Zoals bieten smaak echt bij ongelooflijk veel dingen, super lekker. De juiste kruiden erbij en je hebt een fantastisch gerecht. Ik ga nog even door met schillen, maar nu weet je tenminste toch hoe je bieten moet koken. Dag!